welke update zou ik gewoon tof vinden dat G-Polis zou uitbrengen in de werelden? Ik zou het bijvoorbeeld tof vinden dat je gewoon ook zelf evenementen kan organiseren. Voor een bepaald aantal goud, denk ik dan. En dat je gewoon zelf een evenement kan organiseren dat al eerder is uitgebracht. En dat je het gewoon zelf de duur kan aangeven. Maar het moet wel zo zijn dat zeg maar minstens 3, 4, 5 allianties, minstens verschillende allianties, dan mee moet doen, zodat niet zeg maar één hele alliantie erin moet gaan komen. En weet je dat ook nou een hele leuke update is? Dat voelt dat als ze bijvoorbeeld één alliantie voor 6 wereldronden heeft en een alliantie maar 1 wereldronde heeft, dat die alliantie maar met 1 wereldronde tegenover een alliantie met 6 wereldronden dan zeg maar veel meer leuke dingen krijgt, en zodat het weer een beetje gelijk wordt opgetrokken, zodat de alliantie met 1 wereldronde weer een beetje richting naar 2 of 3 of 4 wereldronden kan gaan. Zodat die meer mantis krijgen en meer mythische eenheden. Zodat het weer gelijkwaardig wordt. En misschien is het ook gewoon tof dat je ook gewoon evenementen kunt gaan doen met goud gebruiken en geen goud gebruiken. Scheiden, dat zou ik ook heel tof vinden. En dat er misschien ook nog leuk is, gewoon wereld spelen met alle talen erin, maar dat zelfs spelers hun eigen taal kunnen kiezen. Bijvoorbeeld dat je uit Duitsland komt, dat je gewoon Duits kan kiezen, en dat iemand uit Tsjechië komt, gewoon Tsjechisch kan doen of zo. Of iemand uit Spanje gewoon Spaans kan doen. Dus zeg maar gewoon iedereen op zijn eigen taal gewoon lekker in een wereld kan stappen. Dat zou ook heel tof zijn. Dit jaar denk ik dat ik hoop dat er aan updates zou willen komen in G-Polis.